Omdat je met het kostbaarste bezit van de mensen werkt en dat is een kind. En dan moet je genoeg verantwoordelijkheid kunnen dragen om dat goed te doen. Ik ben Hansi, verantwoordelijk van het kinderdagverblijf. Kinderen die ergens in een opvang zitten waar dat de kwaliteit niet goed is, waar dat ze zich niet veilig voelen, dat die er een trauma aan overhouden. Daar ben ik 100% zeker van. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, moeten we zeker met voldoende personeel aanwezig zijn. Dus wij kiezen er zelf al voor om niet voor de 9 kinderen per persoon of 8 kinderen, maar voor 6 kinderen te gaan, maximum. En eigenlijk zouden we liever voor 4 of 5 kinderen, maar financieel is dat gewoon niet haalbaar. We krijgen wel een subsidie, maar die is te laag. Uit ervaring merk ik dat de kwaliteit van de opleiding daalt. Het leerplan vermindert ook steeds. Vroeger werden alle kinderen in de crèches ook gewassen. Nu zit dat zelfs niet meer in het leerplan. We kunnen niet verwachten dat ze kunnen wat wij toen konden. Hetzelfde met verhaaltjes voorlezen, met liedjes zingen. Ze kunnen dat niet meer omdat er te weinig op geoefend wordt. En dat is ook heel jammer. Wij zouden eigenlijk liever iemand hebben die verpleegkunde of die kleuterleidster heeft gestudeerd. We kunnen die wel vinden, die willen dat wel doen tot ze horen wat we eigenlijk maar verdienen. En dan haken ze af. Ik doe mijn job echt met hart en ziel. Ik vind persoonlijk dat je dat ook zo moet zijn. Als je dat niet met hart en ziel kunt doen, kun je het niet goed doen. Gewoon dat mensen zeggen, we zijn content, we voelen ons gerust. De kinderen zijn hier goed, ze zijn hier veilig, ze worden goed verzorgd. Alleen die complimenten is voor ons al genoeg.